Welkom. Nou, leuk dat je kijkt naar deze video review van Call of Duty Black Ops 2. Om maar gelijk te beginnen, beginnen we met de single player. Zoals we allemaal weten, speelt de game zich af in 2025. Dat kan maar een paar dingen betekenen. Nieuwe wapens, nieuwe attachments en nieuwe gameplay. En dat klopt ook. Als je de single player net begint, dan lijkt het net alsof je Black Ops 1 aan het spelen bent. Je bent niet high-tech uitgerust, je schiet met een standaard geweer en je hebt geen speciale granaten. Gelukkig komt hier verandering in de volgende missie. Vanaf die missie heb je een speciale visor. Dat kan je ook gelijk duidelijk zien, want je heads-up display is helemaal veranderd. Het ziet er allemaal futuristisch uit en ziet er niet meer zo uit als Black Ops 1. Het gewissel in tijd is heel erg vervelend. Als je heel eventjes niet oplet, ben je kwijt waar je gebleven was en gaat het heel ergens anders over. Dat is het nadeel aan het gewissel. Een tip is dus ook om heel erg goed op te blijven letten als je het verhaal wil volgen. Zoals elke andere Call of Duty is de campaign niet echt speciaal. Er is wel variatie in de missies, maar eigenlijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Doe dit en dat gebeurt. Echte andere keuze heb je niet. Doe je iets anders? Wat wel een leuke toevoeging is voor sommige mensen, is dat je een custom class kan maken tussen de missies door. Heb je een missie klaar, dan kan je, als het goed is voor de volgende missie, een soort van custom class veranderingen doen. En jouw favoriete wapen kiezen. Ook een leuke toevoeging zijn de kisten die in de singleplayer staan, waar speciale items in zitten. Dit kan variëren van een mortar tot een mijn of tot een rocket launcher. Het kan van alles zijn en dat kan je helpen in je missie. Hoewel de singleplayer leuk is van Call of Duty Black Ops 2, gaan we nu over naar de multiplayer. Want de meeste gamers kopen toch echt Call of Duty voor de multiplayer. En daar gaan we het dan ook gelijk over hebben. Hoe kan ik het anders brengen dan dat de multiplayer weer vermakelijk is zoals gewoonlijk? Gewoon heerlijk jouw game mode spelen die jij wil doen met en tegen vrienden en gewoon heerlijk winnen met die verdiende killstreaks van je. Of beter gezegd pointstreaks, want in Black Ops 2 is dit veranderd. Je hebt voor killstreaks nu geen kills, maar punten nodig. Die punten haal je door kills te maken, vlaggen te veroveren of bommen te planten of defusen. Zo kan je dus ook killstreaks halen of pointstreaks door gewoon niemand te killen en alleen maar de objective te spelen. Alleen als je doodgaat ben je al deze punten weer kwijt. Er is dus geen Modern Warfare 3-achtige support killstreak. De leuke toevoeging aan de custom classes is dat je nu alles kan instellen hoe jij het wilt. Je krijgt 10 punten om alles naar jouw smaak aan te passen. Elke item kost 1 punt. Heb je alles gebruikt, kun je dus ook niks meer toevoegen. Je zou dus bijvoorbeeld je tactical grenades of je normale grenades weg kunnen laten en 3 attachments op je geweer doen. Dit geeft dus veel variatie en andere gameplay in de multiplayer. Iedereen kan het aanpassen naar zijn eigen mening. En zo krijg je dus allemaal verschillende wapens, classes en noem het zomaar op. Om niet de zombie modus te vergeten, gaan we hier nog kort op in. Deze modus is zoals gewoonlijk weer toegevoegd omdat de game door Treyarch wordt gemaakt. De modus is zoals altijd weer zeer vermakelijk. Maar naar mijn mening word ik het ook wel een beetje zat naar 3 games. Het is altijd hetzelfde en er worden af en toe dingen toegevoegd. Het idee van zombies blijft dan ook steeds hetzelfde. Haal de hoogst mogelijke ronde. Dit kan heel leuk zijn, maar na 3 games, zoals ik al zei, wordt het een beetje saai. De nieuwe leuke toevoeging van zombies is dat je met 8 man zombies kan spelen. Het is een soort van 4 tegen 4 waarbij je elkaar probeert uit te schakelen. Welk team als eerst helemaal is uitgeschakeld, heeft gewoon simpelweg verloren. Dit is een leuke toevoeging aan zombies, hoewel het naar mijn mening ook niet heel lang leuk blijft. Dit was alweer de video review van Black Ops 2. Hoewel de singleplayer niet echt geweldig is, is het toch zeker vermakelijk en doen we het toch grotendeels om de multiplayer en natuurlijk de zombies. Daarom krijgt Black Ops 2 ook van ons een 9. Heel erg bedankt voor het kijken van deze review en heel veel gameplezier toegewenst.